Oké, welkom in deze video. In deze video ga ik je laten zien hoe je een cv kan maken. Ik ga even uitleggen hoe je een professioneel cv kan maken en hoe je dit op een simpele manier kan doen. Zo, laten we beginnen. Wat je moet weten is het volgende. Als je een cv hebt, je hebt altijd de moeder cv. En in de moeder cv plaats je alle informatie. Dus als je een werk had van heel lang geleden, je plaatst het op. Maakt niet uit of het relevant is of niet. Je plaatst alles op de moeder cv. Dus je plaatst elke informatie, elke skills plaats je erop. Dit kan je doen in een Word document. Dit kan je doen in een Google document. Maakt niet uit. Ja? Zo, we hebben een Word document of een Google document. Het maakt echt niet uit. Ja? Wat jij moet weten is het volgende. We hebben moeder cv. Maar we hebben ook een dochter cv. Dat betekent, als jij een vacature kijkt, dan heb je in de vacature bepaalde skills en wat ze nodig hebben. Dus die skills en wat ze nodig hebben, die dingen wat ze nodig hebben, die plaats je gewoon in je dochter cv. En die informatie haal je volgens van hier en dan plaats je ze hier, in de dochter cv. Je vraagt je waarschijnlijk af, oké, waarom doe ik dit? Kan ik niet gewoon één cv maken voor alles? Nee, dat kan je niet. Ja, ik ga gewoon heel direct met je zijn, dat kan je niet. Waarom? Kijk, stel je voor, je hebt een baan, je bent een accountant en je switcht van baan en je bent tijdelijk een kok of je bent een waitress, maakt niet uit. Je hebt dan een andere sollicitatie dan wanneer je accountant bent. Dus je hebt een andere cv nodig. Maar die skills die je hebt opgekregen als accountant, die kan je niet zomaar wegdoen, want die skills heb je nog steeds. Snap je wat ik bedoel? Dus wat je kan doen is, je maakt een cv voor accountant en een cv voor een waitress. Snap ik wat ik bedoel? Een serveerster. Ja, je snapt wat ik bedoel. Dus houd dat in de gaten. Dat als je een cv hebt, het is belangrijk dat je een cv stuurt dat past bij de functie waarvoor je solliciteert. Je zult straks zien de tool die we gaan gebruiken. Dat je daar verschillende cv's hebt. En waarom zou je geen gebruik van maken? Seriously, waarom zou je geen gebruik van maken? Dus ik ga je straks even laten zien hoe je de tool kan gebruiken. Dan kan je heel makkelijk een professioneel cv maken. Zo. Maar het is belangrijk om te weten, je moet een moeder cv hebben. En een moeder cv kan je daarop plaatsen, of je kan in een Word document plaatsen, of je kan in een Google document plaatsen. It's up to you. Zo, laten we naar de website gaan. De website is Canva, canva.com. En in canva.com, je maakt een account. Het is gratis. Alles wat je ziet, pro, heb je niet nodig. Laat me herhalen. Alles wat je ziet, pro, wat net je moet betalen, heb je niet nodig. Als je slim gebruik van maakt, het is gratis. Ja? Dus hier zie je hier, wat ik tegen jou zei, dat je hebt verschillende cv's voor verschillende functies. Dus als ik een worker ben, krijg ik verschillende cv dan wanneer ik een corporate ben. Of een designer. Dus het is even aan het laden. Dan zie je hier, deze cv's zijn net iets anders, zien er net iets anders uit dan voor corporate. Dus je kan gewoon kiezen. Maar wij gaan niet eentje kiezen. Wij gaan gewoon vanuit blank beginnen. Dus ik raad je ook aan vanuit blank te beginnen. Dus create a blank resume. Dus we beginnen vanuit een blank, er zit helemaal niks in. Als het daarin begint, dan kan je ook kiezen. Dus wat ik wil zeggen is, je hoeft niet per se vanuit hier te kiezen. Je kan gewoon blank beginnen en dan via blank kies je steeds een andere cv en dan vul je het weer aan. Dus stel je voor, ik heb hier een blank cv. Het is aan het laden. Ik heb hier een blank cv. Ik kan een template heel makkelijk hier uploaden in mijn cv. En wat mooi hieraan is, zoals ik zei, je hebt een moeder cv en je hebt een dochter cv. Wat mooi hieraan is, stel je voor, ik maak dit cv. Oké, dit ben ik. Ik ben een IT project manager. En misschien volgende dag werk ik gewoon als een graphic designer. Dan heb ik een andere cv nodig. Dus wat ik kan doen is, ik kan het gewoon kopiëren. Dit is gewoon nieuw, sorry. Ik kan het gewoon kopiëren. Heel makkelijk. En dan kan ik aanpassen. Maar je zult waarschijnlijk vragen, oké, maar Alex, ik kan ook Word gebruiken. En daar heb je ook template. Ja, dat kan je ook. Maar dit is online. Word moet je ergens opslaan. Je kan het in je cloud opslaan. Maar wie weet raak ik kwijt. Hier weet je, als ik een account heb, ik heb het daar. Zo simpel is dat. Dus als je dit ziet, zie je weer, kijk, je kan een moderne, simpel, infographic resume. Het is aan jou.
Dus stel je voor, ik ben hier een IT manager en ik ga naar laten we een acting resume. Dus ik heb hier al. Dan gebruik ik deze en dan haal ik de informatie van mijn moeder cv en dan plaats ik die hierop. Zo simpel is dat. Wat jij moet in de gaten houden is, als jij een cv hebt, de skills zijn ook belangrijk. Dus de skills moet je ook hierop plaatsen. Acting experience en de skill, de profile, al die dingen. En zo kan je in één keer een cv maken voor dat branche. Of een keer cv maken voor dat industrie. Zo simpel is dat. Dat moet je even in de gaten houden. Dus als je vragen hierover hebt, wat je kan doen is gewoon, je kan gewoon naar LastCenter gaan. De link is in de beschrijving. Je kan naar LastCenter gaan en je kan mij een bericht sturen in de LastCenter. En wie weet kan ik je helpen, wie weet kan ik je niet helpen. Als ik je niet kan helpen, dan stuur ik jou door naar de juiste mensen. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Was deze informatie waardevol? Like deze video. Abonneer. Support mij. Ik support jou, jij support mij. Zo simpel is dat. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen with